Nog één ander onderdeel met je bespreken. Ik ben ook wel benieuwd wat je daarvan vindt. Dat is dat Geert Wilders met zijn verkiezingsprogramma naar buiten is gekomen. Ja, zeg, ja. Volgens mij meer dan 1 A4'tje deze keer. En nou, het was gematigder. Ja. Hij wil meedoen, zegt hij. Hij wil meedoen. En hij kwam er ook, het was een beetje, de camera's stonden klaar. En hij kwam aanlopen. Ik dacht, god, Geert heeft een hele dag geoefend om vriendelijk te kijken. Ja, zo van. Ja. Dat was ook een shot en dan moest hij in zijn programma bladeren. Ja, dat was echt ontzettend geestig. Normaal altijd met zo'n van, hè, zo chagrijnig als de pest. En nu ineens niet, waar was hij de vriendelijkheid zelf? Ik geef hem 0 kans om mee te doen. Waarom? Hij heeft namelijk wel al zijn boute uitspraken heeft hij weggestreept. Nee, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Wel een aantal, er hoeft gewoon geen ministerie meer te komen om de islamieten aan te pakken of zoiets dergelijks. Maar in wezen is dat niet zo erg vreselijk. Ik dacht ook een 0 toelatingsbeleid. Ik zou dat nog eens even heel goed bestuderen. Hij kan natuurlijk ook niet al zijn kiezers van de afgelopen jaren in de steek laten met dat hij als hij ineens een soort van VVD... plus wordt. Maar laat me dan herformuleren. De scherpe kantjes gaan er vanaf. Dat tijdens ja, volgens mij daar bij was de NOS. Was hij wel toe bereid. Ja. Ik zou het zelf, maar goed, ik ga er helemaal niet over, volstrekt onacceptabel vinden dat hij in de regering zou komen. Volstrekt onacceptabel. Maar hoe verklaar je dan deze stap van hem? Nou, dat kan me wel voorstellen. We hebben het er al eerder gehad over dat locomotiefje wat op een met gras overgroeid zijspoor staat. En ja, de machinist begint op jaren te raken. En zijn kamerleden lopen weg naar ja, BBB? Ja, precies. En medestokers die zien het ook niet meer zo zitten. En nou ja, hij stookt hem, de zaak, en er zit nog een vuurtje in. En af en toe trekt hij aan die fluit. En piep. Ja. Maar dat is het dan ook. En hij weet niet hoe hij van dat zijspoor af moet komen. Ik vermoed ook dat de wissels verroest zijn en dat het een hopeloze toestand maar hij is. Zei al, nadat het kabinet gevallen was, was hij ook volgens mij bij de NOS te gast. En toen zei hij al van, we moeten nu maar eens al die dingen uit het verleden, die moeten we maar eens achter ons laten. En we moeten maar eens over die onoverbrugbare problemen heen stappen. Kortom, we moeten compromissen sluiten. Ja, goed. Laten ze door het programma lopen. Ja, programma, ik weet niet of er überhaupt een programma is. Dat is al de vraag natuurlijk, behalve dan Wilders zelf. Ja, het is toch een eenmansbeweging gebleven in grote trekken. Nee, ik zou gezien de geschiedenis van de PVV, zou ik het onacceptabel vinden. En ik natuurlijk sympathiek van de VVD, maar ik zie het meer als een electorale strategie dan. Zo van denk erom mensen, je hoeft het ook op ons stemmen, want wij zijn zelfs wel bereid met de PVV samen te gaan. Dus maar hij moet wel. De coalitievorming met de PVV is vrijwel onmogelijk. Want wie ook alle andere partijen bezet, ze niet met de PVV wilden. Nou, de Jezilkus heeft hem niet uitgesloten. Nee, dat is het enige. Dan ben ik weer gaan hoesten. Ja, moeten we even stoppen? Nee, ik ben gek. Ik hoest lekker door. Ja, je moet ook als bejaarde moet je weten wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. Goed. Nee, de VVD is tot nu toe de enige. Ik ben een ChristenUnie falikant tegen, CDA falikant tegen. BBB? Omtzigt een falikant tegen, BBB. Nou, dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Nee, want Jezus Gus kan er nou wel zeggen. Maar ze is de enige. Behalve de rechtse splinters. Die willen wel. En ik begreep dat jaar 21... Ja, luisteraars, mijn excuses, maar die verkoudheid wil maar niet overgaan. En tenslotte hakken mijn stembanden geprikkeld. Ja, dat is heel vervelend. Ik heb dat ook eerder dit jaar ook last van gehad. Dat blijft heel lang in je systeem hangen dan. Dan denk je zo, waar heb ik dit opgelopen? Ja, of je denkt zo, ik ben er vanaf en dan komt het weer terug. Ja, het kriebelt enorm ook, denk ik. Hè? Ja, precies. Dus zij is eigenlijk de enige. En nou ja, jaar 21 bleek mij, had ooit op 13 zetels gestaan in afgelopen december. Waar je overigens aan kunt zien hoe de bakens verzet zijn in de Nederlandse politiek. Want die Joost zit er nu eens in eentje, in zijn fractietje.
Ja, want die anderen zijn hij daar... Hij wilde ook niet verhuizen, begreep ik, naar die kamertjes in het tijdelijke ministerie. Overigens vond ik de Tweede Kamer in het tijdelijke ministerie... tijdelijke Tweede Kamergebouw. Vond ik een stuk aantrekkelijker dan de echte Tweede Kamer. Ja, op een of andere manier vond ik de dimensies van de ruimte veel, veel redelijker. Ja, want even voor de mensen die daar niet zo vaak komen. Jij doelde op dat de echte Tweede Kamer verbouwd wordt. Mm-hmm. Dat gaat jaren duren, dus ze zitten nu om de hoek in Den Haag in een nieuw gebouw. Nou, nieuw is het woord niet. Nieuw... Het was Buitenlandse Zaken ooit. Ik begrijp niet waar die gebleven zijn, maar goed, die zitten er niet meer in. Het was ook van ik al, ja, we hebben natuurlijk in Nederland relatief veel buitenlandse zaken, maar ik vond het wel een beetje overtrokken, dat gebouw, wat ik er zo van gezien had. Ik wou ook altijd lachen van al die bewakingsmaatregelen. Ja, het is net alsof je op Schiphol staat. Nou, ja, precies, altijd een sluisje. En, nou ja, waarschijnlijk als je hoest mag je er ook niet in. Het is altijd wat. Ja. Kijk, met alle bedreigingen van die Kamerleden is het niet zo gek dat ze daar natuurlijk ook die beweging... Je weet dat ik in zo'n sluismolentje ben blijven steken. In de Tweede Kamer? Nee, in een ander ministerie, Veiligheid en Justitie. Oké. En dan bedoel je dan die draaideuren? Ja, nee, je hebt er zo'n relatief... Je voelt je er ook een beetje beperkt in. En dan ga je daarin staan en dan draait die, er kan maar één persoon in. Ja, dan draait de deur. Het is een soort van roldeur in een winkel, maar dan heel klein. Halverwege hield hij ermee op. En toen stond jij daarin vast? Ja, ik stond vast. Ja, je begreep, ik kreeg meteen al diarree van schrik natuurlijk. Maar toen moesten allerlei veiligheidsbeambten aan te pas komen om mij weer te bevrijden uit dat molentje. En hoe lang heb je daar gestaan? Nou, ik moet het ook niet overdrijven, maar toch wel enkele minuten. Oh. Ja, echt waar. Ja. Ik ging notabene, had ik een interview met de terrorismecoördinator. Niet de huidige, maar die daarvoor. Ik ken die deur inderdaad. Oh, aardig gesprek, kan niet anders zeggen. Maar nog even over Wilders en zijn lichte koerswijziging. Ja, hij wil natuurlijk, ik begrijp het wel. Die man die zit daar maar te zitten, hè? En dan ook op dat hij zit op de voorste rij, dus hij kan zijn benen ook strekken. En je ziet aan de manier waarop hij zit, want altijd mensen ook denken aan mijn manier van zitten te kunnen ontlenen, maar in zomaar bij hem volgens mij kan dat wel. Dat je ziet hem denken, hoe lang moet dit nog duren? Hoe lang sta ik nog met mijn locomotiefje? Hoe heet dat ook alweer, Tommy de Trein, hoe heet dat ook alweer voor... Kinderen hebben ook zo'n ontzettend leuk lekemoen locomotiefje. Zo'n programma, ja. Ja, met zo'n fluitje erbij en zo. Nee, ik zie de toekomst voor Geert somber in. Maar wat hem misschien wel sterkt is dat de VVD openlijk met hem heeft geflirt. Niet alleen Jezilgus, maar ook die andere kerel. Ik ben zijn naam nu even kwijt. Baaksma of zoiets. Die eerder in, Elsevier een interview had gegeven van... Is dat die nieuwe voorzitter van de partij? Nee, niet die voorzitter. Dat Tweede Kamerlid waarvan jij toen zei, ja, die hebben ze toen vooruitgestuurd om eens eventjes een proefballonnetje op te laten. Oh, ja, betrekkelijk jonge man. Precies, ja. Ik ben zijn naam vergeten. Die ook altijd dat in de talkshow zit. Ja, mijn indruk was dat is een verkenner, hè. Denk aan het spel Stratego. Een verkenner die moet een balletje opgooien en dan kijken of ze hoe er in de pers gereageerd wordt. Nou, daar werd eigenlijk vrij... deprimerend prettig op gereageerd. Omdat vrijwel alle mogelijke coalitiepartners van de VVD zeiden, daar gaan wij niet aan beginnen. Heel begrijpelijk toch. Als natuurlijk de VVD meedoet aan met de PVV, dan heb je wel een flinke klont in handen toch. Ja, maar als je nou kijkt naar de uitdaging die de VVD ook heeft, die achterban moeten ze tevreden houden, want die willen toch een strenger beleid op migratie. Ja. Dan kun je de PVV natuurlijk straks wel goed gebruiken, want die willen hetzelfde. Ja, en dan moet je van tevoren kun je reeds zeggen dat het helemaal niet gaat gebeuren. Ook die belofte van de BBB mevrouw van der Plas, die had er geloof ik max 10.000 asielzoekers. Zijn er nu 40.000. Mevrouw, hoe gaat u dat precies doen? Gaat u ze doodschieten? Dat is uiteindelijk, ja, waar eindigt dit? Je wil ze niet hebben, maar ze komen gewoon. Daar komt het de grote trek op neer. En we hebben Europese Italië wetgeving. Staat ook niet te juichen. Oh, wat fijn. Hè? Weer zo'n... Ah, nou, was een enorme opwinning. 8.000 mannen op Lampedusa. Ja, ik denk altijd, hoeveel inwoners heeft Europa? 462 miljoen of zo. Je denkt, nou ja, 8.000. Hè?
Zullen we wel meelopen. Maar goed, al die beloftes die de partijen op dit punt doen, die slaan nergens op. Al die dingen zijn onderdeel van een ingewikkelde systeem van afspraken, van verdragen die we gesloten hebben, beloftes die we gedaan hebben. Die zijn allemaal zijn die juridisch toetsbaar. Het is veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. En als er nou iemand gek is, dan zijn het de meeste kiezers die altijd weer denken dat dat kan, maar dat kan allemaal helemaal niet. Dan was het toch allemaal al lang gebeurd, dat begrijp je toch wel. Dus als we een rechtse regering krijgen die dit plan hebben, minder migranten, en we doen de grenzen dicht, dan krijgen we problemen met Europa. Ja, nou, meteen dan met onze eigen rechters, daar ben ik van overtuigd. Maar dat weet je Zilkus natuurlijk ook wel. Tuurlijk weten ze dat. Het is wat al campagne-retoriek, ja, dat precies. Is iets heel anders dan daadwerkelijk beleid. Ja. Er was nog een brievenschrijver die zei van ja, de SP, het programma van de SP, daar moeten jullie eens naar kijken. Wacht, ik moet eventjes je stroom geven. Ja, dat is wel geestig. Anders gaat dat dingetje niet stroom open. Stroom geven, dat is wel. Ik heb wel stroom nodig. Misschien moet ik was met een contactje in mijn neus bouwen of zo. Ja, nee, even wat met de nieuwe accu die het weer doet. Even kijken, nu kun je hem naar beneden doen hoor. Ja, kijk. Oh, dit is jouw nieuwe krachtige accu. Nou, weet ik niet of die krachtig is, maar die oude was helemaal stuk. Wil je de andere kant ook of hoeft dat nee, niet? Nee, zo goed. Okay. Zo.